Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi vrolijk bloemstuk maken. Een bloemstuk wat veel is aangevraagd. Er is al een keer een soortgelijk iets onder een andere ondergrond online gekomen. En ik kreeg heel vaak de vraag van, kan ik die nog bestellen? Dus vandaag gaan we een iets ander soort maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel leuke video's aan, dus druk eventjes op die abonneerknop. En dan gaan we nu gauw aan de slag! Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulonlinebloemist.nl, dan vind je onder kopje cursuspakketten. Wil je nou graag aparte ondergronden bestellen? Die staan ook in onze webshop, dus hou dat gewoon in de gaten en dan kan je het eventueel ook los bestellen. Er wordt steeds meer toegevoegd, dus we krijgen steeds meer ondergronden bij. Er komen heel veel mooie bloemschikmaterialen nog online, dus wil je dat niet missen, hou dat dan vooral in de gaten. Zodra er weer nieuwe dingen online zijn, deel ik dat ook op YouTube. En we gaan vandaag dus aan de slag met een mooi natuurlijk ondergrond. Het is een ondergrond van hout en dit zijn allemaal dezelfde ondergronden. Maar zoals je ziet zit er verschil in omdat het een natuurlijk product is. Met het bloemstuk maakt dat niet uit. Je volgt gewoon de vorm van jouw houtstuk. En of dat nou een recht is of een wat krommere, een wat dikkere, wat dunnere. Dat maakt daarin eigenlijk niks uit. Dus daarin gaan we dat maken. Ik ga, want recht is altijd natuurlijk het makkelijkst. Dus ik ga nu deze voor jullie opmaken. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst doen we even wat folie onder het hout, zodat de kringen op je hout komen. En daarna maken we de oase pas in het bloemstuk. En het overige folie knip ik dan even weg. We gaan het bloemstuk parallel binden. Als je een rechte houtschijf hebt, doe je dat gewoon recht. Nu loopt hij iets schuiner, maar dat maakt voor het steken niet zoveel uit. Ik laat de lengte in het stuk. Dus ik breng op allerlei verschillende hoogtes de bloemen aan en ik verdeel dit gelijkmatig in het stuk. Dus denkbeeldig maak ik dit bloemstuk recht en zo verdeel ik dat ook. En dit doe ik met verschillende materialen. Dus mooie lisianders die ik verdeel. Iets langer erin steek. En zo krijg je mooi diepte in het stuk, maar ook blijf je elk product heel mooi zien. In combinatie met die natuurlijke ondergrond lijkt dit echt heel erg mooi. Zuiderwindlelie. Dan heb ik mooie Crasperia bolletjes. Gelijk een leuk kleurtje in het stuk. En zoals je ziet let ik dus elke keer goed op de verdeling. Dat je alles goed blijft zien. Dan heb ik mooie groene duizend schoon. En die laat ik onderop weer terugkomen. Dus die steek ik er wat korter in. Is je duizend schoon wat te grof, dan verdeel je het gewoon in stukjes. En ook de zijkantjes pak ik dan mee.
Zo sluit hij gelijk mooi aan met je houtschijf. Blijf dus vooral goed naar de materialen kijken hoe het mooi tot zijn recht komt. Ik heb nu de rozen net iets hoger neergezet. Maar wel dat het niet in de verdrukking komt. Maar zoals je nu ziet heb ik het nu daar in het midden. Dus deze zet ik wat hoger weer. En ik vind het wel mooi om de Crasperia te gillen ook even onderin terug te laten komen. Nou nog bloemetjes over hebben, kan je daarmee de materialen opvullen. Afhankelijk van of jij het midden op tafel zet of tegen een muur aan, kan je het verdelen aan de voorkant of achterkant. Zet je tegen een muur aan, dan werk ik altijd achter wel mooi netjes weg, maar dan doe ik de mooiere bloemen, laat maar zeggen, voorin. Als je het toch niet ziet, vind ik dat een beetje zonde. En mocht je nu nog oasis zichtbaar hebben, dan zet je dat eventjes vast met een krammetje. Met mos. Zodat je alles mooi netjes hebt weggewerkt. Het natuurlijke van mos past natuurlijk ook goed bij de ondergrond. En dit doe je dan ook even aan de achterkant. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer dus gratis op dit kanaal. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.